zou dat graag een verklaring afleggen. En nombre de Gert Verheyen, por mi mismo, nos gustaría presentar nuestras más sinceras disculpas al señor Lionel Messi. Maandag was hij nog te gast in onze podcast The Champions Club. Dinsdag zat hij in Jan Breydel voor Club Atleti. Maar Philip Standaard zag zijn geliefkoosde Atletico Madrid niet winnen. In Brugge wel in tegendeel. En het werd een teleurstellende avond voor alle fans van de Colchoneros. Peter van den Bent en Gert Verheyen. Zij waren dan weer getuigen van een historische avond voor het Belgische voetbal. Ja. Ja. Daar gebeurde het. Daar helemaal. Ja. Achter ons. Atletico heeft de spits een probleem. Namelijk de spits van Club Brugge. Dat is het probleem van Atletico. Absoluut. Straffe man. Absoluut. Jutgla met Soa. Jutgla een kans. En hij gaat over het been. En Soa scoort. Daar is 1-0 voor Club Brugge. Kamal Soa voor de voorsprong voor Blauw-Zwart. We zitten bij Hans van Aken. Met Jutgla, met Buchanan. En Jutgla, ja! 2-0! Daar is Meron Jutgla! Hij doet het allemaal, de Spanjaard! Een droom die uitkomt voor Meron Jutgla. 2-0! Het is meer dan ballen binnenshotten. Ja, absoluut. En bij heel weinig toch ook zeer efficiënt geweest. En dat de goal dat hij maakt en de actie dat hij daar maakt. En dan toch dat doen op dat moment is top. Het is João Felix die het doet. En zegt van Mignolet. Luid applaus in Jan Breydel. Simon Mignolet wil ook na 3 wedstrijden een clean sheet. Oh, bijna niet, wat een verrassende uithaal van Correa. Maar ik herhaal het, hij wil een clean sheet. Onze vaste rubriek, de keeper van Club Brugge. Ja, dat is waar, de vaste rubriek. Want, ja. De eerste waarin Club Brugge baas was, maar de kansen waren over Atletico. En dan heb je Mignolet nodig om 0-0 te houden. Of 1-0 achterkomen. Nee. Het publiek springt hier allemaal weg bij de 2 reddingen die hij doet op het einde. Maar de eerste, de 1-1 tegen Baratta, dat is de belangrijkste. Absoluut. Dan hadden we moeten rechtspringen. Ja. Wij zijn rechtgesprongen. Ah, daar is hij. Daar is hij. Dat is gevaarlijk. Ay, Morata is helemaal weg. Oog in oog met Mignolet. En Mignolet redt. En overgenomen door Llorente. Mignolet wil niet geklopt worden in de Champions League voorlopig. Als Simeone 3,3 miljoen verdient. Per maand, hè? Ja. Hoeveel moeten ze Karlofkes aan betalen? Is 3,3? Ja. 3,4. Kan 3,2 zijn. 3,3. 100.000 meer. Als je als trainer zoveel verdient als Pep Guardiola en Jurgen Klopp, samen, dan moet je toch meer kunnen doen met deze ploeg. Dan is dit het schandaal, deze ploeg. Kom, we gaan het hem zeggen, want het heeft lang genoeg. Als het stadion over 5 jaar wordt afgebroken, dan zullen Milan en Inter hier samen 80 jaar hebben gespeeld. In dit prachtige stadion met die typische torens. Inter is in crisis. En dan kan je meestal in Italië wel wat verwachten van ongeregeldheden, van geweld. En ik herinner me in 2001, het seizoen dat Roma kampioen werd, dat Inter op een troosteloze 5e plaats ging eindigen. En dat de tifosi van Inter er niet beter hadden opgevonden dan via die torens een Vespa mee binnen te smokkelen. Die in brand te steken en die van de tweede ring naar de eerste van beneden te knallen. Ja, er zijn zelfs beelden van. Ja, dat is wel strak. En die Marco Çalhanoğlu nog eens laten trappen. Ja, hij gaat erin. Toegevoegde tijd van de eerste helft. En Inter 1-0 voor. Niet toevallig. Een geweldige traptechniek van Hakan Çalhanoğlu. We zitten ondertussen klaar voor onze volgende wedstrijd, Real Madrid tegen Shakhtar. We moeten toch nog terugkomen op één ding dat we niet begrijpen van die wedstrijd van gisteravond. Dat is het handspel van Dumfries en de VAR. We zagen onmiddellijk wel dat hij de bal niet raakte met zijn hoofd, maar je zag wel dat het niet helemaal kosher was. En uiteindelijk was het toch wel duidelijk. En wij niet alleen, iedereen was een klein beetje verbaasd onder de commentatoren dat
Ja, dat er geen gevolg werd aangegeven, ook niet door de VAR. Zeer vreemd en er is heel wat om te doen. Estoy indignado, indignado. Es una injusticia grande. De sfeer na afloop van die overwinning, die misschien weinig hadden verwacht, die was ook prachtig. Hè? De, ja. Die gezangen, terwijl ja. heel het stadion leeg loopt. Nog maar zelden meegemaakt eigenlijk, dat een overwinning op die manier gevierd werd door zowat iedereen. Want zowat iedereen was aan het springen, aan het dansen, aan het zingen. En wat eigenlijk wel een fantastische sfeer gaf buiten het stadion. Geen geweldige avond verder voor Antonio Adan, de doelman van Sporting. Hij gaat in de fout bij de 1-1 tegen Marseille, geeft een slechte paas voor de 2-1 en hij pakt een rode kaart. En dat allemaal in 23 minuten tijd. Knap gedaan, moet ik zeggen. Dan was er Ajax ook nog natuurlijk. Ajax kreeg een pandoering in eigen stadion tegen Napoli. Het werd 1-6. Het was de eerste keer dat Ajax Europees in eigen huis zoveel goals slikte. En het was de zwaarste nederlaag sinds 1964. De ontgoocheling was groot. Niemand bij Ajax wou achteraf een shirt wisselen met die van Napoli. En Erling Haaland tot slot. Geen hattrick voor hem deze keer. Teleurstellend is dat wel. Het zou er ook veel mee te maken kunnen hebben dat hij van Pep Guardiola maar 45 minuten mocht meedoen. Wesley, Stamford Bridge in goed gezelschap. Hey, wie zien we allemaal achter ons? Gianfranco Zola, Nesta, Seedorf. Ja. En ik ben hier mee. Nieuwe kans met een nieuwe corner. En daar is hij opnieuw. Het is ongelooflijk. Derde keer, goede keer, net niet. Maar nu wel binnen via Fofana. Na is Reece James, nieuwe center. En de goal. De goal van Aubameyang. James kan het nu zelf doen. En dat doet hij. Dat doet hij. Reece James is bezig aan een geweldige wedstrijd. 3 tegen 0, Reece James. Dag, Stamford Bridge. 7 uur 's morgens, allee, 8 uur in België. Wesley, kleine oogstjes in maat. Ja, het luxe leven van de Champions League, hè, Nicola. Nico, Nico, heb je een koffie al? Nee, natuurlijk niet. Ik hoop dat we straks 2 warme choco's en 2 koffies hebben. Dit heet dus een glamoureuze morgen. Ja, absoluut. En goed georganiseerd. We moeten onthouden van Chelsea en Milan, want was snel gedaan, hè? Milan was matig. Dat de intensiteit bij de mannen van Chelsea toch wel wat hoger lag dan die van bij Milan. Het goede nieuws, Divo Origi speelde weer. Ja, ja, heeft weinig ballen geraakt en een minuutje of 20 meegedaan. Terwijl de traantjes van mijn wangen lopen van de kant. Zo vroeg. Ja, dus het is allemaal oké. Okay. Ik kom nu terug uit blessure, volledig terug fit voor de eerste keer in het seizoen. En ja, komen we in de eerste minuten meepikken. En de eerste keer dat ik echt gewoon terug kan beginnen bouwen aan mijn fitness. Mbappé, Neymar, ze combineren door Messi. Oh, ho, ho. Oh, Lionel Messi legt hier dan los het zwijgen op. Daar zijn ze dan even. En Messi doet het op zijn Messi's. We zouden graag een haring afleggen. En nombre de Gert Verheyen por mi mismo. Nos gustaría presentar nuestras más sinceras disculpas al señor Lionel Messi. Hemos cometido un terrible error. Ahora sabemos que sigue siendo la cabra del fútbol. Lo sentimos mucho, Mr. Messi. Ja, Gert, perdón. Perdón. Ja, Gert, wij moesten dit doen. Ja, wij vergissen ons slechts eenmaal om de zoveel seizoenen, ja. Maar dit keer was het wel gebeurd. Goed ernaast. Ja, het was goed. Maar hij is helemaal terug. Ongelooflijk. We hebben de Messi gezien van in zijn beste periode. En in de acties en in de goal. Maar ook de lach op het gezicht, Peter. Dat is de mens die al meer goals heeft gemaakt in zijn leven dan dat hij ooit gelachen heeft. En meer dan Gert Verheyen. Als hij dan lacht, ja, ook dat. Geweldige match. Benfica, wij als neutrale Benfica-fans. Ja, maar dat gaan we niet lang meer kunnen blijven, hè, neutraal. Hè, als het over Benfica gaat. Nee. Maar wel een geweldige match. Klopt. De 45 beste minuten, ik over de eerste helft dan, die ik dit seizoen gezien heb. Hola. Ja. Hola. Ja. En ook het kader, Peter, dat blijft onovertroffen. Hè. Dalous, Naren,
zo'n match. Ik hoef van meten, ik hoef van weten. En kom er nog eens terug, zeg, in de week. Zeker. Volgende week, nieuwe afspraak. In het Parc des Princes, PSG, Lionel Messi, vamos! Nog één keer. Pardon. Pardon. We buigen het.